maken van een pneumatisch schema met een relais in het stuurschema. Add a Simula page. Enkel werkende cilinder. Sensoren benoemen met de label ernaast. Het ventiel daaronder, bidirectional valves. We gaan voor een 3-2 ventiel, electrical control, spring return. Ik wil de spoel rechts, links en de veer rechts. Zo. Voeding en ontluchting bij flow lines. Exhaust bijvoorbeeld. Exhaust op de 3, pressure source op de 1. Ik kan dat zichtbaar maken in bar, bijvoorbeeld ik heb een bron van 6 bar. Ik moet mijn ventiel nog benoemen. Het Y1, niet zichtbaar, dus voel ik mij verplicht om daar een tekstveld bij te voegen. Bij draw. Y1, vermogensschema klaar. Elektrisch schema begint altijd met power source 24 volt van boven, 0 volt van onder. We hebben te maken met tweedraads read switchen, normally open. Ik ga een relais gebruiken op het tweede contact op SA1. Output contacts coil. Ik roteer 90 graden. Ik benoem die met K1. Ik heb een tweede die ik benoem met K2. Contacts. Magnetic proximity switch. Zo. Rotation 270. Push button normally open. Rotation 270 graden. Dit is mijn SNL. En nu het normally closed contact van K1. Symbol K1. En dan zien we meteen een tabel verschijnen onder de spoel van de relais. A1 op blad A. In lijn 1, in kolom 1, bevindt zich een contact van deze relais, van K1.
Hier is K2. Het eerste contact normally open van deze rang. Iets uit elkaar trekken. Je ziet dat bal een beetje meer gescheiden. En ik kan ze simpelweg verbinden. Een tweede normaal open contact voor de eigenlijke bedoeling. De bedoeling is natuurlijk het activeren van een solenoid. De ventielspoel. Output components, solenoid. Rotation met de klok mee, dus 270 graden. En ik benoem dit dus met Y1. Dus deze relay heeft twee contacten, twee normally open contacten, maakcontacten, in blad A, lijn 2. En een lijn 3. 2, 3, inderdaad, K2, K2. Simulatie. Kunnen we ook nu weer hier een twee standen van maken. Ik kan de cyclus op gang blijven.